Ja, leerlingen die slechthorend zijn of te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis worden steeds vaker op een reguliere middelbare school geplaatst. Niet vanwege de bezuinigingen, maar omdat er vaak al een begeleider op school aanwezig is. Bij speciale school Kentaris de Marwint in Nijmegen werden de klassen zo klein dat de school sinds de zomer is gestopt. De leerlingen die daar zaten zijn inmiddels bij een andere reguliere school gestationeerd. De 16-jarige Afsana krijgt vandaag praktijkles in schoonmaken. Wat zijn nou eigenlijk de voordelen van het stofwissen? Want hoe zou je anders een vloer kunnen maken, schoonmaken? Afsana, weet je dat? Deze moet het wel. Afsana zat tot de zomervakantie nog op het Kentaris de Marwint. Haar klas werd zo klein dat ze inmiddels ook gestationeerd is bij een reguliere middelbare school. Namelijk het Pro-college. En dat gaat? Goed. Afsana ging naar het Kentaris omdat zij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Hoe oud was jij toen je erachter kwam dat je een taalontwikkelingsstoornis hebt? Ik denk 11, eigenlijk vanaf 8 al. En waaraan merkte je dat dan? Ik merkte het niet echt, maar de docenten wel. Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis waarbij taal door de hersenen minder goed verwerkt wordt. Sommige leerlingen komen wat moeilijker uit hun woorden. Leerlingen hebben meer tijd nodig om taal te verwerken. Afsana wordt begeleid door Roy, die tot voor kort ook bij Kentaris werkte. Wat wij doen bij leerlingen is wij houden individuele gesprekken met die leerlingen. Daarin stellen we samen doelen op. Een doel is bijvoorbeeld om hulp te durven vragen in de les. Als ze de uitleg van de docent niet goed begrijpen, dat ze durven vragen om verheldering. Mm-hmm. Vervolgens gaat die leerling dat zelf in de klas toepassen. Dan komen wij kijken hoe dat gaat. Houden we nabesprekingen, ook met de docent erbij. En zo helpen wij de leerling. Wat doe je dan als docenten sneller praten? Ja, dan wacht ik nog even. Dan kijk ik of ik het heb begrepen. En zo niet, dan vraag ik het. Fleur is een van de docenten van Afsana. Voor haar was het geen probleem dat ze naast de reguliere leerlingen van het Pro-college sinds een paar maanden ook leerlingen van het Kentaris in de klas heeft. En dat is voor ons even wennen. Dat is natuurlijk een beetje nieuw, maar heeft ook wel veel raakvlakken. Leerlingen die moeite hebben met taal of een taalachterstand hebben, vinden het vaak fijn als communicatie helder is, als het duidelijk is. Nou, dat vinden eigenlijk alle leerlingen vaak fijn. Wij proberen dus ook in onze communicatie naar leerlingen toe, bijvoorbeeld bij instructie, maar ook bij begeleiding, zo duidelijk en helder mogelijk te communiceren. Hoe doen jullie dat dan? Door heel veel gebaren te gebruiken, door dingen te verduidelijken. Als ik bijvoorbeeld instructie geef, dan maak ik heel duidelijk van, goh, we gaan als eerste gaan we dit doen, en daarna dat, en dan dat. En ben je klaar? Dan is dat actie 4. Deden jullie dat daarvoor minder dan? We waren hier wel mee bezig, maar we worden er steeds meer bewust van. Hoewel Afsana het erg naar haar zin heeft op haar nieuwe school, miste haar oude klas wel een beetje. Wat was jouw reactie toen je te horen kreeg dat je naar het Pro-college zou gaan? Ik was al wel een beetje blij en voelde ook wel een beetje raar. Want ik was in het derde was ik wel te meer gewend door Marwint met de klas. En nu moet ik weer helemaal gaan wennen.